Autorijscholen zijn sinds enkele dagen weer fanatiek bezig met rijlessen. Ook autorijschool Venrij draait weer op volle toeren. En daar is rijschoolhouder Peter Barends maar wat blij mee. Ja, dat denk ik super. Nou kunnen we weer. We hebben meer dan 10 weken stilgelegen, dus er is nogal wat, hè? Ja. Ja, en voor de cursisten, want was er allemaal veranderd nu met de maatregelen? Ja, het is vooral poetswerk, hè. Mondkapjes op en dat soort zaken. Op het moment dat de cursist instapt, is er al gepoetst. Als hij uitstapt, poetst hij zelf. En daarna komen wij thuis, dan poetsen we de zaak ook een keer goed door. En tussen elke cursist in is het iedere keer luchten. 10 minuten luchten ongeveer. Cursist Jelleboom was voor de sluiting van de rijscholen dicht bij zijn rijbewijs. Nu hoopt hij zo snel mogelijk het roze pasje in zijn bezit te krijgen. Ja, want ik begreep dat jij dicht bij je rijbewijs was al. Ja, 3 dagen van tevoren zeiden ze tegen mij van... Ja, we stoppen ermee, we kunnen niet meer gaan lessen. Dus ja. Ja, wat dacht je toen? Ja, dat is natuurlijk niet leuk om te horen. En ja. Nou ja, je wil nu natuurlijk zo snel mogelijk je rijbewijs halen, hè? Ja, wanneer is de mogelijkheid? 24 maart is voor mij... Mijn eerste keer dat ik het weer mag proberen. En hoe sta je ervoor? Ja, kijk beter van. Ja, goed. Ja. Dus hopelijk zien we jou gewoon straks... Op de weg. Zelfstandig op de weg. Yes, ja zeker. Ja, maar en ook qua wachtrijden, hè, bij het CBR is volgens mij... Ja, je kunt niet vandaag of morgen op voor een rijbewijs, begreep ik. Ja, ik lach wel, maar er is helemaal geen lachgeswerk aan natuurlijk. Er zitten ongeveer een dikke 3-4 maanden zit er tussenin. En als we daar een beetje een sprongetje maken, zitten we gauw op 1,5 jaar. Dus de wachttijd is enorm. Dat is erg zuur voor degenen die eigenlijk op moeten. Ja, ja en voor jou als rijschoolhouder, ook lange wachtrijen voor nieuwe cursisten of valt dat mee? Het stroopt zich allemaal op. Dan krijg je terechte vorm. En op dat moment dan blijft het allemaal hangen. Iedereen zal iets meer geduld moeten hebben. Degenen die nou eenmaal op examen kunnen, ja, die krijgen natuurlijk de voorrang. En daarna komt de rest aan. Ja, dat is nogal. Maar in ieder geval blij om weer de weg op te gaan. Gelukkig wel. Dat is dan een goed gevoel voor onszelf natuurlijk, voor de cursist. Maar ook financieel gezien, hè, is nogal wat. Ja.